Ik werk als productiemedewerker bij Smilde Fuchs Oosterwolde. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit alles ophalen wat ik nodig heb om te beginnen. Grondstoffen en daarna alles bijvoelen en alles wat ik meer nodig heb om de lijn blijven draaien. Ik start mijn werkdag door dingen te gaan verzamelen, alles wat ik nodig heb om te beginnen. En ik begin meestal om 7:30. We hebben om 8:50 pauze. Dat is ook heel mooi, heel snel naar de koffie. Daarna om 11:40 weer pauze. En om 2:50 weer pauze. En dan ben ik klaar om 4:30. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het mengen van de ingrediënten tot salades. Ik verzamel alle ingrediënten. En dan is het aan mij de taak om precies de juiste hoeveelheden in de kom te doen. En te zorgen dat het een mooi geheel wordt. Je hebt hier zeker doorgroeimogelijkheden. Als je zou iets anders willen doen of iets anders leren, dan kan je aangeven en daar wordt wel rekening mee gehouden. Als ik iets wil doen, dan zorgen Smilde Fuchs en Randstad ervoor dat het of een interne opleiding komt of ja, dat ik door kan gaan. De leuke aspecten aan mijn functie als menger zijn de eindeloze variatie aan het verschillende soorten salade. Zoals tonijnsalade of de kip-kerry salade. Een paar grappen maken met mijn collega's vind ik ook altijd heel leuk om te doen. Oh, de werksfeer is hier eigenlijk heel relaxed, wil ik bijna zeggen. Gezellige collega's. We kunnen altijd met elkaar kletsen en de pauzes. Ik zou anderen aanraden om hier te komen werken, omdat het werk hier gewoon heel gevarieerd is en de collega's hier heel gezellig zijn. Een belangrijke karaktereigenschap om dit werk goed te kunnen doen is eigenlijk secuur zijn. Je moet ook goed opletten dat alles goed loopt. Ja, de ingrediënten, het komt toch al heel precies met de salades. En als je maar een beetje verkeerd doet, dan kan het een hele andere salade worden. Wat doe jij morgen?